Hey, en leuk dat je kijkt naar deze review, dat ik niet ga noemen zeggen. Weer een korte video, een soort van compilatie. We lopen nu door het mooie, schone, schoene Limburg. Nou, in Venrooy. Dat is net een klein stukje boven Venlo. Nou, ze noemen het hier de zomerkermis. Maar er is vrij weinig zomer aan. We staan namelijk te regenen van je welste. Maar op deze kermis komen we attracties tegen die we in Tilburg hebben gezien, in Uden hebben gezien. En op eventuele andere kermissen. Maar ja, ik zou zeggen, geniet van deze leuke compilatie. En als ik een stukje review draai hier, dan is het gewoon een beetje heel erg uniek. Maar ja, ik laat ze gewoon jullie zien wat hier op de zomerkermis in Venrooy staat met veel regen. Dames en heren, we hebben dus nu het eerste pleintje net gehad. Ik denk van, nou, er zit een duidelijke aansluiting in, maar het zijn dus drie losse pleinen in een soort van driehoek. En er komt net voorbij een grijpautomaat. En als jullie weten, kan je daar tegenwoordig van die lullige prijzen winnen. Maar dit is toch best wel lullig weer voor de exploitanten. Maar ik kan wel zo'n lullig grapje ervan maken. Maar ja, dit is best wel lullig dat het nou staat te regenen. En dat er bijna niemand instapt. Ik had graag met heel veel liefde en plezier een review willen draaien. Maar hoe dat er nou eruit ziet, gaat dat gewoon niet lukken. Omdat er dan heel veel attracties weer stilstaan. En ja, weet ik wel. Maar we gaan nu door richting de kinderkermis. Dat is een apart pleintje. En dan het andere plein. Die er hier in de buurt ligt. Waar tevens de robotic staat van Lentna. Die we even een bezoekje gaan brengen. Maar ja, ik zou zeggen, geniet verder van deze compilatie zonder commentaar van de attractie. Maar ja, je ziet dus een bord van de Gouden Leeuwplein. En daar gaan we dus naartoe, in de kinderkermis. Oké. Nee, ik denk dat ik deze video Zoek de Pleinenkermis ga noemen. Want we hebben dus nou net twee pleinen gehad. Dus waar de Snowjet staat, daarbij Showtime, de Jumbo Molen van Orneman en de Power Polyp. Mijn favoriete Polyp, nee, de Turbo Polyp van Hans van Tol.
We hebben nog het kermis, het kinderkermis gedeelte gehad. En blijkbaar zijn er dus nu nog andere vier pleinen waar de andere topzaakjes staan. Bijvoorbeeld Robotics, Toxic, Future Dance had ik vernomen. In ieder geval, ik denk van hoe kan je in zo'n gat, dorp of stad, zo'n kermis organiseren. Maar hier is dus het andere plein. Echt pleinen die verstopt zijn. Maar we gaan dus verder hier met de compilatie. Ja, eigenlijk vlog / compilatie. Nou, dames en heren, toch een heel klein stukje review. Ik kwam hier net aangelopen. Dames en heren, dit slaat echt op alles. Dat ze in Uden matig hebben gedraaid, ja, dat kan ik gewoon niet snappen. Daar stond op een hele mooie plek, maar hier, Venray, hoe kan je dit doen met een Duitse topzaak? Zo aan de kant drukken, echt schaamteloos. Hier kan ik me echt heel boos om maken en om irriteren. Maar ik vind echt dat ze in Uden een leuke rit hebben gehad van de recommandeur zelf. Van Lentna, maar ik had vernomen dat hier nou een Nederlandse operator achter zit. Nou, als de kans groot is, die schat ik heel klein in. Dan gaan we een off-rijtje erop maken, maar we hebben sowieso al eentje uit Uden gemaakt. Maar we gaan sowieso even een on-rijtje opmaken, kijken hoe deze Nederlandse operations het gaat doen. Als er een Nederlander achter zit, anders gewoon weer een rit van Lentna, de recommandeur zelf. Maar ik kan me hier echt als kermisfan en attractiefan zijnde echt heel boos om maken en om irriteren. Maar dit doe je niet met zo'n toppertje, echt niet. Ofwel, Venray, schaam je dood. We gaan lekker verder, zo meteen die kant op. Ik hoop dat jullie mij horen. Ik hoop dat jullie geen overlast hebben gehad van die kutmuziek van de kroegen. Want ik ben de juist expres gaan droogstaan. Straks voor jullie een hele mooie afrekening op de Bad Robotics. Nee, ik begon ze een beetje te jodelen bij die tent. Nou, het slaat nergens op. De Robotics hier staan gewoon echt op een kutplek. Dat heb ik gewoon bij Xander eerlijk laten weten. Maar ik snap echt niet waarom Venray dat heb gedaan. De Robotics op zo'n plek zetten. Ik zou gezegd hebben, had de Robotics snel op dat andere plein gezet. Waar bijvoorbeeld de Turbo Leap staat. De Snowjet staat. De Showtime staat. Dat had hij veel beter gestaan. Maar hier staat hij gewoon echt zwaar weggedrukt. En dat is jammer. Echt hartstikke jammer, Venray. Van mijn vies tegen. In Uden stond hij tevens nog veel mooier. Alleen ik begrijp me steeds niet waarom dat hij daar niet was aangeslagen. Ik begrijp het niet. Maar we lopen nu op het vierde pleintje af, als ik het nou goed tel. En daar staan bijvoorbeeld de Toxic, misschien. Maar dat zien we zo meteen wel. Maar ik zou zeggen, ik niet verder van deze compilatie slash vlog eigenlijk. Van hoe zoek ik de pleinen hier in Venray? Gehalveerd of hij is verstopt aan het spelen, want hij is zo hoog dat je door de bomen het bos niet meer kan zien.
Yeah.